Ja, Honeylicious, eindelijk. Eindelijk is het ons gelukt. Onze eigen opnamestudio. Bedankt dat je wilde helpen, MC Swag. Dit is allemaal tweedehands, maar vintage audioapparatuur rockt. Ik ben echt gek op knoppen. Komt goed, ik regel de techniek wel. Er is niemand zo goed met techniek als jij, Honeylicious. Ik weet zeker dat het wel goed komt. En we hebben een geweldig uitzicht. Verrassing! En zij hebben allemaal ook een cool uitzicht. Echt waar. Ik regel dit. Natuurlijk. En wij hebben meer spullen om te regelen. Heeft er iemand tijd voor een walk-in? Iemand? Hallo? Miss Glam? Je dacht toch zeker niet dat ik Miss Glam hier alle plezier zou laten beleven? Lady Braids! Oh, werk jij hier nu ook? Je bent een legende! Ik heb deze plek gekocht. Ik begin een keten van Shine On Salons. Nou ja, twee salons tot nu toe. Hé, hey, zo te zien is iemand anders ook aan het uitbreiden. Het opzetten kost nog wat tijd. Maar we hebben die opnamestudio in een mum van tijd draaiende. Ik bedoel, Honeylicious dan. Oh, het is dus ook jouw opnamestudio? Absoluut. We zijn al de hele dag bezig met inrichten en opzetten. Oh, mag ik om een gunst vragen? Ik krijg uitzendtijd op het omroepsysteem van het winkelcentrum. Zouden jullie vandaag een promo willen opnemen voor de salon? Het zou fantastisch zijn als het professioneel zou klinken. Mijn salon heeft een boost nodig. Ik geloof dat we zelfs een directe verbinding hebben met het omroepsysteem van het winkelcentrum. Weet je zeker dat je dit kunt doen? Jullie hebben best al een drukke dag. Ja! En ik weet zeker dat Honeylicious het ook graag wil doen. We kunnen niet wachten om op te gaan nemen. Ook al is het een promo in plaats van een liedje. Hey, MC Swag, kun je daaronder kruipen om te kijken of die stickerdoos aanstaat? Hey, Honeylicious. Ik denk dat ik ons eerste project heb. We gaan een kleine promo opnemen voor Lady Braids en de salon. Top! Ik moet alleen nog een paar dingetjes werkende krijgen. Maar we kunnen vast binnenkort opnemen. Yep, alles staat aan! Blijkbaar moet ik nog een paar andere dingetjes uitzoeken. Staat de andere schakelaar aan, MC? Ik ga kijken. Nu moet ik ze alleen nog vertellen wat ze moeten promoten. Wat dacht je van een bepaalde stijl of... Nou, qua vlechtstijlen kan ik... Nederlands, Fulani, driehoekige doos, godin, steek, cornrows, vlinder, de gevlochten pony. Nou, ik wil wel iets dat bestand is tegen reizen en de zon en leuke dingen doen. Ik moet experimenteren om te beslissen. Experimenteren? Tja, ik probeer graag nieuwe dingen. Haha! Ik geloof dat alles werkt. De microfoon is verbonden met de booth. We kunnen de opname voor Lady Braids niet doen zo. Het is gewoon onmogelijk. Ik zal het er zeggen. Maar ik haat het om een vriend teleur te stellen. Hey, Royal Bee. Wat? Echt waar? Oh, nee.
Oh. Goed, ik zal jou niet teleurstellen. Zelfs als iemand anders mij teleurstelt. Hoe reageerde ze? Verdrietig. Ik denk dat ze erg teleurgesteld is. Nou, we doen ons best. Dat weet ik. Nou, prima. Als ze hun beloftes niet nakomen, prima. 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 Oh, prima. Ik vind het prachtig. Vertrouwd, maar dan nog beter. Wauw. Sunset ziet er geweldig uit. Je had al die stijlen moeten zien die Lady Braids daar aan het uitproberen was. Lady Braids stylt topkapsels in haar salon. Waanzinnig. Lady Braids stylt haar zoals een goochelaar trucs doet. Nou en of. En als je er geweldig uit wil zien, zij kan alles vlechten. Niemand vlecht beter. Kijk maar naar het haar van Sunset. Yep, Lady Braids verdient als geen ander haar geweldige reputatie. Hey, staat er nou een lange rij voor de salon? Dank jullie wel. Echt super bedankt. Jullie zijn de beste. Geen probleem. Graag gedaan. Heel graag. Ha 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 ha!